Oh, iedereen op Twitter is helemaal wild enthousiast, vrouw. Ik krijg allemaal leuke berichtjes hier binnen. Bij jou ook? Ja, zeker, zeker. Want we hebben foto's op Twitter geplaatst. @vrouwtjedebot en @barrypaf. van de boerinnenkalender. Ja, hier of tenminste, van de boerinnen zelf. Ja, want hier staat mijn fantasie slaat op hol. Laat ze binnenkomen in de studio. Boerinnen met een nietje door hun navel. Ik vind het lekker. Waar zijn ze? Vraagt iedereen. Iedereen is helemaal van slag. Ze zijn hier in de studio! Nou, boerinnen uit de Boerinnenkalender 2012. En daar kan natuurlijk maar eentje achter dit project zitten. En dat is het brein. Wat een, oh, it's all in a name. Wat een fantastische naam. Stef Blow. Ja, Stef Blow. Ja. Stef Blow. Hey Stef, vertel nog even. Je bent een tijdje geleden bij ons in de uitzending geweest. Om een oproep te doen. En toen? Nou, en toen hebben heel veel dames zich opgegeven voor de kalender, gelukkig. En het is de kalender uitgerold. Waarom? Waarom een boerinnenkalender? Waarom een boerinnenkalender? Nou, wij kwamen een artikel tegen uit de Telegraaf. Dat ging over de Bildzeitung. En die had een verkiezing in het leven geroepen. Uit welk land komt nou de mooiste boerin? En Nederland deed niet mee. Dus dat was eigenlijk de insteek. Ja. Jij maakt je daar heel druk over. Dat maakt me heel druk over. Zendelingenwerk. Ja, je bent hier in Nederland. Ja. Ambassadeur van de mooie boerinnen. Ja. Maar nou sta je hier echt als een soort van pimp daddy met jouw boerinnen. Oude pooier. Ik snap wel dat je trots bent, want er staan echt drie bloedmooie vrouwen naast je. Dat dacht ik. Ja, die hebben zich dus allemaal opgegeven. Dames, kom even bij. Dichterbij. Hallo! Jullie zijn hartstikke leuk. Jullie zijn heel verlegen. Kom even dichterbij. Ja, ze staan echt heel verlegen. Jullie zijn hartstikke leuk. En boerin allemaal. Ja, dat klopt. Ja, weet je, zullen we even een rondje doen dat iedereen even voorstelt? Laten we even beginnen bij de dame links, Marcella is het geloof ik. Zal je even voor even zeggen wat je hebt gekregen voor de... En hoe je eruit ziet misschien voor de luisteraars, is wel leuk. Ik ben Marcella de Bie uit Waddenooyen. Ik had me opgegeven omdat mijn moeder ermee aankwam. Die zag het in de krant. Dacht, nou, dat is wel leuk voor jou. Wat een moeder, fantastisch. Ja. Ja. Dus voor je het weet sta je in een kalender. Ja, en hoe? Want jij bent mis januari. Ja, klopt. In je BH. Ik moet het heel even beschrijven. Ik ga zo meteen een foto twitteren van je. Jij ziet eruit. Je hebt een soort ophaal. Een beetje zo'n sexy panty heb je. Je hebt heel lang haar trouwens. Prachtige foto met een BH'tje een beetje zo. Ik kan bijna niet voorstellen dat je moeder je hebt opgegeven. Ja, leuk hè? Heeft ze spijt nu? Nou, nee. Toen ik hoorde dat ik erin stond, toen gilde ze nog harder dan mij. Dus dat was heel leuk. Ja, echt super. Wauw, nou, het is een hele mooie foto. Prachtige foto. En dan gaan we naar de dame naast jou. Dat is een leuk muziekje er ook. Ja, ik heb de striptune er even bij gedaan. Miss April. Hey, Miss April. Hallo. Vertel eens wat over jezelf. Mijn naam is Saskia en ik kom uit Broek en Waterland. Ja. Het idee om mezelf op te geven was om te laten zien dat ik best trots ben op mijn afkomst. En op mijn ouders, op het bedrijf. Ja. En want jullie hebben een boerenbedrijf, neem ik aan. Ja, we hebben koeien en schapen. Neem niet te veel hooi op je vork. Dit er ook nog bij. Wat is er nou leuker aan een meisje die op een boerderij woont dan een meisje die niet op een boerderij woont? Wij weten wat echt werken is. En... Zo. Ja. Kijk, het is wel een goede Heel goed, heel goed. Ja. Jullie zijn niet zeg maar een beetje van die meisjes zo van, oh nee. Nee, houden we wel van aanpakken. Dat is wel aantrekkelijk. Heb je al een boer gevonden? Nee, nog niet. Oké. Wil je wel een boer? Nee. Waarom niet? Ik ook gek. Ik wil later niet op mijn boerderij wonen. Geen zin meer om echt te werken natuurlijk. Juist. Ook kom dat. Hem in. Goed voorstellen, ja. Maar een hele mooie blonde boerin hier in de studio. Check de webcam even als je zit te luisteren. Je bent in de buurt van een computer. Er zit een linker playbutton op de site. En dan klik je op kijk live. Dat klinkt heel spannend. Ja, ik maak het heel spannend allemaal. Ja. En we hebben er nog een. We hebben nog een prachtige playmate, wil ik bijna zeggen. Maar een boerinnenmeet. Ja, ook een playmate, of? Ja, eigenlijk wel een beetje. Maar welke maand ben jij? Maart. Maart. Oh, daar ben ik al voorbij. Ik ga even... Hallo Maart. Nou, stel jezelf voor aan het Nederlandse volk. Hi, ik ben Melanie van der Hulst. En ik woon bij mijn ouders in Weesp op een woonboerderij. En ik heb één paard waar ik elke dag druk mee ben. En daar rijd ik ook mee en wedstrijden doen, een stal uitmesten en nou ja, goed, het hele zooitje wat erbij komt. Dat doe je allemaal naakt. Ja, nee, maar niet, een beetje koud. Het is wel leuk als we dat dan denken, dat je dat allemaal naakt doet. Of in dit prachtige BH'tje wat ik hier op de foto zie, met een hele spannende geruite blouse. Volgens mij was er tijdens de shoot ook hing er zo'n rekje, zo'n boerenkiel, een geruite blouse. Van kies maar wat je aandoet. Ja, hoe ging dat? Mocht je zelf kleding uitzoeken? Of? Nou, ze hadden inderdaad wel een rekje bij en er was een stylist. En die ging dan kijken van, nou, hoe is jouw figuur en wat past daar het beste bij. Wat je het beste aan kon trekken dan, zeg maar. En dat moet je natuurlijk zelf ook wel leuk vinden. Maar ik was wel heel blij met mijn ruitjesblouse en mijn korte broekje. Want zo heb ik inderdaad soms thuis ook wel.
Maar dan niet dat hij helemaal open is. Dat, zie, dat is toch leuk om te weten als je ja. En boer zoekt vrouw is alleen aan. In de zomer. Boerin zoekt stylist. En gevonden dus. Wat hebben jullie ervoor gekregen voor de kalender om mee te doen? Dat is misschien dan mag je toch niet vragen. Dat mag een knipperige Hollandse vraag. Moet dat weer? Ja, gaat het weer over geld? Ik ben er gewoon benieuwd naar wat je krijgt als je sexy op een kalender staat. Ik ben nog aan het overwegen. Je krijgt een mooie foto van jezelf en allemaal mannen die er even een slinger aan geven. Nu ben jij een beetje een pooier. Maar goed, maak je uit. Maar vrouw, je hebt het dus ook voor een appel en een ei gedaan, begrijp ik nu. Nou, dat is heel lang geleden. Ja, vrouwtje, vertel. Krijgt een mooie foto's. Wat heb jij ervoor gekregen? Ik vind het enig dat deze dames hier vandaag te gast zijn. Wanneer en waar is de kalender te krijgen? Nee, ik wil weten of ze wel gekregen hebben. Ja, kom op. We hebben €250 gekregen. Oh, top. Nou, daar kan je wel een leuk setje van kopen natuurlijk. Ja, best leuk. Leuk kindersetje van thuis komen. Ja. Hey, Stef, nog even naar jou. Wanneer is de kalender te krijgen en waar? De kalender is nu al te koop. Op borinnenkalender.nl. Oké. Okay. Nou ja, en bij deze, wij hebben hem al. Jij hebt hem al, ja. Ja, ik heb eigenlijk hebben wij het eerste exemplaar. Ja, officieel. Wow. Ja, jij als echte plattelandsmeid. Ja, ik als echte plattelandsmeid. Vrouwtje. Als echte vrouwtje. De plattelandsmeid. Denken mensen altijd, hè, dat ik uit van het platteland kom. Maar ja, niks is minder waar. Kom gewoon uit Amsterdam. Uit de stad. Ja, maar ik woon nu wel een beetje. Zijn jullie allemaal vrijgezel eigenlijk, of niet? Ja. Knikken ze allemaal even heel dichtbij. Nee, dat is goed voor de verkoop van de kalender. Kun je even zwoel Radio 538 zeggen in de microfoon? Kan het op zo'n boerins? Kan iemand dat? Een beetje dichterbij. Even dichterbij. 1. Radio 538. Nou, heel mooi. Ik vond het hartstikke leuk. Groot applaus hier in de studio voor de boerinnen. Dank jullie de waren. En Stef ook bedankt. Hé, bedankt hè. Oké dan. Groet aan het platteland hè. Yo, atjo. Zijn atjo. 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 Het lijkt wel Chinees. Ja, nee, zeg eens. Ik kom uit Twente.